Ik heb hoes, diamonds in mijn motherfucking farm. Yo allemaal, mijn naam is Paul. Welkom bij een gloednieuwe video hier op het kanaal van Jetter. Ik ga even de intro doen, want Jetter gaat reageren op mij, omdat ik nu een diss track van hem ga kijken. Het is misschien heel apart, maar ik ben nu aan het livestreamen en ik ben zeg maar live op Twitch en hij neemt het op en hij gaat nu dan zichzelf zometeen laten zien. En dan gaat hij reageren op wat ik aan het doen ben, terwijl ik nu tegen jullie aan het praten ben. Dus een soort van vijfde muur doorbreken. Carglass repareert. Carglass vervangt. Hallo. Is heel raar. Maar, anyway. Kijk lekker naar de video. En mijn link staat in de beschrijving. Nu wel. Dus volg me even op Twitch. Het zou gezellig zijn namelijk. Ik ben heel benieuwd wat dit gaat zijn. Te laat. Oh, we beginnen. Zien we Twitter. Fuck NS. De bus. Fuck de lijn. Oh, de lijn. Ja. Oh, de lijn. Wacht, dus de lijn is zeg maar jullie NS? Wel, basically, de lijn is zo het busbedrijf. Dus ik weet niet waar jullie bij jullie het bus. Jullie hebben NS, dus jullie training. Bij ons is dat NMBS. Maar het probleem is eerder de bussen. Omdat bussen nog veel vaker te laat zijn dan de treinen bij ons. En ja, dat is basically wel een groot probleem. Moet ik dat zo zien? Ja. Of wat is nu het verhaal? Nou, ik weet het niet. Ik denk het. Ik ga ervan uit dat de lijn de NS is. Als ik met de bus ga, is die altijd te laat of komt die niet opdagen. Dit is het schot van de lijn, mensen. Dus ik zeg, okay. Fuck de lijn. Fuck de lijn. Like for just fuck the lijn. Deze dude is nooit te laat. Oh, dat vond ik allemaal tof. Even, koffiepauze. Ik heb zo vaak gehad gewoon dat... dat ik bij een bushalte stond en ik dacht van... yo, de bus moet weg. En dat de buschauffeur er niet was. En dat ik de buschauffeur zeg maar uit hun huis zag komen. Uit zo'n kantine ding. En dat met een kop koffie. Dat ik dacht van, gast... neem een thermoskan of zo. Oh, wel ja. Zo. En dan nog zo dat tekst op hun bus van koffiepauze. Dat is basically waar het over gaat. Dan zit het te wachten op je halte. En dan zit er zo, je bus komt ze aan. En dan in plaats van dan zo het nummer dat je normaal moet pakken van bus. Change dat ineens naar koffiepauze. Om geen enkele reden. Gewoon schoon rennen van, hey, ik heb geen zin om te werken. Ik ga even koffiepauze aanzetten, weet je. Of geen dienst. Basically same shit. Hallo. Fuck de lijn, fuck de lijn, fuck de lijn. Ja. Like legit, vandaag heb ik nog een probleem met de lijn, right? Ik kom dus, ik moet met de bus naar school. Omdat, normaal niet, maar lang verhaal. Dus vandaag moest ik met de bus naar school. En dan betekent dus ook dat ik met de bus naar huis moet. Beetje logisch. En ik zit dus te wachten op mijn bus, right? En mijn bus komt zo voorbij, zo of course te laat. Maar mijn bus komt zo en die stopt zo om mensen eraf te laten. Maar ik zie de buschauffeur naar mij kijken en die knikt gewoon nee van nee, je mag niet opstappen. Dan denk ik zo van, the fuck? En ik zeg, het eerste wat ik bij mij opkwam was van, er zal geen plaats meer zijn. Maar hoezo, als er 5 man afstapt, kan er 1 persoon niet opstappen. Dus dat kan het niet zijn. Dus ik weet niet wat die buschauffeur zo dacht. Of die heeft misschien de diss track gezien en dacht zo van, hey, deze jongeman, gaan we niet op de bus laten. Of die heeft gewoon zo, ja, dacht van, ja, er is te weinig plek en die wist niet hoeveel mannen er gingen afstappen. I don't fucking know. Maar blijkbaar mocht 1 persoon niet op de bus en moest ik wachten op de volgende. Al gelukkig was die 20 minuten later dan die dat ik op dan moest pakken. Dus op zich, het was niet zo erg. Maar dan nog, ik stond daar wel te wachten in de kou en ik vond dat best wel irritant. Ik heb koffiepauze. Hey. Oké, you hoor. Dat wil bijna. Ik voel bijna van mijn stoel. Holy shit. Yo. Ik ben terug van mijn koffiepauze. Ik ben ook terug.
Ah, dat is wel jammer. Dat is een zacht uitgedrukt. Domme. Dat is inderdaad zacht uitgedrukt. Kutchauffeur. Waaraan heb ik dit verdiend? Geskipt. Geflipt. Ja. Oh, maar dat is nog spijt. Dat gaan ze niet begrijpen, die stressmonnetjes. Lines. Voor de Nederlanders onder ons, in de mascotte van de lijn, of zo'n beetje in een reclame, was er een klein mannetje en dat was altijd aan het stressen en zo. En ging er basically in de reclame zo'n man en die had geen geld voor een parkeerding, shit, voor zijn auto. Dus dat was dat mannetje van hier, een euro! En van hier en dan gaat dat weg, valt dat in zo'n fucking riool geput en begint dat klein mannetje te schreeuwen. En dat is een beetje de joke dat we in deze line maken was. Eyo man, ik heb stress van stress, mannetje. En ja, dat gaan de meesten nu niet snappen, dat is wel spijtig, want dat was wel een nice line. Echt? Ook die schreeuw dat bij die iedereen uit in het zwart is ook van het stress, mannetje. Maar eerlijk, hij zegt ik ben te laat in de les, maar ik heb zo vaak gehoord van mensen dat... Kijk, mijn vriendin woont in Oost-Brabant en die zit in Arnhem op school. Tussen Nijmegen en Venlo, of Nijmegen... Naar Nijmegen naar beneden, dat is de Maaslijn. En de Maaslijn, dat gaat over de Maas. En daar zijn zo fucking veel problemen met de trein altijd. Dat is aan Arriva. En dan komt ze eerst te laat in de les. En dan is het van, oh ja, trein. Ja, oké, daar kan niks aan doen. En nu is die vriendin van haar, die was vorige week 3 uur te laat in de les. Omdat die treinen niet reden. En dan komt ze op school en zegt, ja, waarom ben je te laat? Ja, de trein reed niet. Ja, dan moet je maar een trein eerder nemen. Mevrouw. Ik kon 5 fucking treinen eerder nemen, was ik alsnog te laat geweest, want de treinen reden niet. Oh wel ja, het vervoer is zo van, er is zo mensen zijn altijd zo van, pak het openbaar vervoer, beter voor het milieu. En zo het openbaar vervoer is zo van, haha, wij rijden niet. Dat is best wel prachtig, weet je. En dan zijn ze ook zo, maar wat je nu zegt, mijn leerkrachten, dat ze dat niet begrijpen. Aan de ene kant snap ik hun wel, want die weten ook niet wanneer dat treinen wil rijden en wanneer niet rijden en zo. En die blijven ook maar alleen maar een job doen om te zoeken naar een manier hoe dat je wel naar school te kunnen komen. Want voor die mensen lijkt het gewoon zo van, die doet wel gewoon naar school komen en wat uren skippen. En die zijn smoes. Dat is hun eerste gedachte en dat is gewoon fucking... We leven in een society. Dat is basically dat. Ik snap niet, leraren die snappen gewoon niet hoe dat werkt. Komt de tijd dat ze dan zeggen, ja, koop maar een auto. Ja, maar ik heb geen rijbewijs. Ja, dan hou je die maar. Ja, dan heb ik hem niet morgen. Dat duurt nog even. Ja, goed. Ik weet ook niet wat er... Haal even een rijbewijs in 5 seconden. Oké, wacht. Ik ga even een rijbewijs halen, oké? Even 2 dagjes les en ik heb een rijbewijs, jongens. En dan kan ik op tijd komen, want dan moet ik totaal niet zoeken naar nog parking en zo en zien wanneer ik moet vertrekken en shit. En dan is totaal nooit filmen of zo. Hey, weet je, want een auto zoeken is een goede oplossing voor op tijd te komen. Leraar een hoofd omgaat. Maar goed, we bijna klaar. We gaan even verder. Fuck the line, ja. Yeah. Fuck the line, kom op tijd. 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 Fuck the line. Ja. Kom op tijd. Fucking hell, man. It's over. Het is inderdaad over. It's over, dames en heren. It's over. Het is de Lijn District 2.0 komt nog. Oké. Okay. Ja, jongens. Ik ben eraan aan het denken om de Lijn District 2.0 te maken. Omdat ik mijn eerste, deze, vond ik redelijk cool. En ik ga er misschien een clip bij kunnen doen. Weten we nog niet zeker. En als de 2.0 eraan komt, als hem komt, dan wordt het op KSI Lamborghini. Want dat vind ik wel grappig. Vinden we wel grappig, want Boja gaat er dan waarschijnlijk ook mee op gaan. En hij vond het ook wel een grappig idee om dat op KSI Lamborghini's beat te doen. Want, basically, the fucking memes. Het is een fucking meme. Wie de fucking Lamborghini niet? Ah, wel, ja. Oké, okay, goed. Anyway, dit was mijn reactie op de district van Jetter. Kijk even, Jetter. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. En ik zou zeggen, volg mij even op Twitch. En abonneer ook even op Jetter, want hij wil in 2019 de 1000 subs halen. Inderdaad. Dus je bent een fucking abonneer, want die jongen die moet even 1000 subs halen. Want hij verdient wel meer dan 1000, ja?
Dankjewel. En ik wil jullie bedanken voor het kijken. En doe duimpje omhoog. En reageer in de comments. En hoe werkt dat tegenwoordig op YouTube? Oh ja, belletje. Voor notificaties. En kijk andere video's ook. Ja. En kijk zijn, Twitch in de beschrijving. Shawty said she liked the way I default dance. Saw my scar and said she wanted in my pants. Bought a ton of V-Bucks with my advance. Shawty said she liked the way I default dance. Wait, Shawty said she liked the way I default dance. Saw my scar and said she wanted in my pants. Bought a ton of V-Bucks with my advance. Shawty said she liked the way I default dance. Like a twisted